Is er niemand thuis? Wijnand! Wijnand! Hey, donder op, Jan Kakert! Je begrijpt er nog niet veel van, hè? Boeien. Hey, pak, we gaan naartoe! Druid ze maar met het asociale gedrag! Zo nodig halen we de politie erbij. De toestand hier in de buurt wordt rampzalig genoemd. Als ik de kranten moet geloven, dan heerst hier een ware burgeroorlog. Een groep van op rellen beluste jongeren die terroriseert hier niet alleen de winkeliers, maar ook de buurtbewoners. De jeugd hier misdraagt zich, er wordt hier gestolen. Met kerstavond is er een kerstin verstoord. Er is hier gedonder geweest met een kleuterschool die op een gegeven moment in brand is gestoken. Men heeft gestolen goederen gevonden in een schuurtje. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Gisteren heb ik in mijn krant een artikel geschreven over de middenstand. Inderdaad. Middenstand? Inderdaad. Ja, hoe reageren... Twee maanden terug zijn gearresteerd en er is nog niks gebeurd. Dat is die meneer, die heb ik geïnterviewd, ja, onder andere. Ja, ik heb een foto gezien. Ja. Hoe reageert de middenstand op de gebeurtenissen hier in de wijk? Nou, en daar zijn mensen kwaad over, zoals mensen altijd kwaad worden over wat je in de krant zegt. Ik wil toch graag op die artikelen inhaken en dan wel de manier waarop dat geschreven wordt. Meneer, die daar bent u niet mee eens? Nee, meneer placht namelijk zo te schrijven op een manier die los staat van de realiteit. Nou, er zijn artikelen zijn die zijn sensationeel en een aantal jongeren uit West... Wat is hier gisteravond nu eigenlijk gebeurd? Er is een brandbommetje gegooid door de ruit van het agentschap van het Dagblad van Midden-Nederland. Waarschijnlijk door mensen die nogal kwaad waren op de sensationele artikelen die in die krant zijn verschenen en die hun keurige buurt omlaag halen. Maar wie nou precies die bom heeft gegooid, weet ook journalist Verhaaf niet. Het is namelijk zo dat iedereen in principe dit gedaan zou kunnen hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan buurtmensen, buurtgenoten. Ik denk bijvoorbeeld aan de middenstand. Ja, de middenstand gaat er zijn eigen ruit in gooien. Dat is toch volkomen waanzin? Moet je eens luisteren, er is hier een hoop getuis en er is hier een hoop... Als je dat in de krant zet, dan krijgt de krant de schuld. Nee, want de krant schrijft namelijk niet over die werkelijke problemen die er zijn. Hij wil over de uitwassen daarvan. Wat zou jij ook? Het ergste ding is hier, hè? Ja, ja, ja. Wat bedoel je met zo? Kom met mij. Dat jongen, een vuil. Dat is nou precies hoe het hier is in toegaat. De ene reactie lokt. Kom met mij. En de jongen af de laan. En dus niet meer te achterhalen. Hier, nou zie je precies, hè. Waar het vandaan komt. Nou zie je dat alleen maar een beetje televisie en de krant. Niks anders als hier de hele wijk op stel te zetten. Maar jullie dan naar huis toe. Dat is alleen maar een beetje televisie. Wat gebeurt met het ingooien van die ruit? Dat maakt natuurlijk weinig dagelijks in deze buurt mee. Zonder dat ik daar al een of andere voordelen met hier over zei. Gealarmeerd door krantenberichten ben ik naar de Bloemenwijk gegaan. Twee maanden geleden is daar een jeugdbende opgerold. Maar nog steeds zouden deze jongelui veel opschudding in de wijk veroorzaken. Een officier van justitie is druk bezig met een diepgaand onderzoek. En iedereen wacht met spanning de veroordeling van de jongeren af. Een aantal mensen uit de Bloemenwijk, zoals Harry, de jeugdwerker uit buurthuis Ons Honk, vindt dat de jongeren ondertussen geholpen en opgevangen moeten worden. Maar andere buurtbewoners, zoals winkelier Bellen, zijn zeer verontwaardigd dat de bende nog steeds niet achter slot en grendel zit. De gemoederen in de Bloemenwijk zijn verhit. Twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hallo, ik wou jullie een paar vragen stellen. Kan dat? Wie ben je eigenlijk? Wat moet je? Nou, ik maak een reportage over de toestanden hier in de buurt. Wonen jullie hier ook in de buurt? Woon jij hier in de buurt? Ja. Toevallig hoor, ja. Moeten jullie eigenlijk niet naar school? Nee, ik ben uitgestudeerd. En jij? Ja. Er schijnt hier een jeugdbende in de buurt rond te lopen. Hebben jullie daar ook last van? Nee, ik heb er last van. Nooit gezien? De jeugdbende staat voor je neus. Oh, dat zijn jullie? Nee, hoor. Ja, hoe raad je? Horen er nog meer bij? Ja, mijn schoonmoeder. Mijn opa. En buiten je schoonmoeder ook nog iemand misschien?
Ja, oude heren. Zo meteen hoor. Oude zak. Dus jullie zijn dat. Is dit alles? Ja. Buiten moet je binnen. Ja, mooi. Het kost wat opruimen. Nou zeker. Jullie zijn een paar maanden geleden gearresteerd, hè? Overmorgen. En nu weer dan vrij. Maar wat gaat er verder gebeuren? Ja, dat is een kort antwoord. Wat gaat er verder gebeuren? Ik ga morgen naar de officier van justitie. Jij gaat morgen naar de officier van justitie. Zijn jullie al geweest? Ja. Jij ook? Ja. Wat vroeg hij? Van alles, joh. Lak maar er niet over uit. Jij? Geen commentaar. Jammer. Ben je bang voor wat er verder gaat gebeuren, of niet? We hebben onze vriendjes. Zo, wat was dat? Onze vriendjes. Wat kwamen die doen? Even naar jullie vragen, kijk wat jullie deden hier. Niet voor jullie? Ja. Oké, in ieder geval bedankt. Ja. Kom nog eens terug. Ja, misschien doe ik dat wel. Nee, ja. Natuurlijk ben ik teruggekomen. En een maand lang heb ik de gebeurtenissen rond de ex-jeugdbende kunnen volgen. Zo leerde ik ze langzamerhand een beetje kennen en praten met ze over vroeger. Zoals met Bart en Anja. Vorig jaar, voordat jullie door de politie werden opgepakt, waar kwamen jullie toen bij elkaar? Bij het pleintje. Een knakkers patatzak. En de kleuterschool. Je verveelde je zeker behoorlijk, hè, in die tijd? Dacht ik niet, hoor. En jij zat als meisje alleen tussen al die jongens. Was je nooit bang? Nee. Maakt er niet uit of je een meisje of een jongen bent. Oké, jongens, zet hem op. Oké. Maak hem eruit, maat. Kom nou eens weer uit daar. Kijk eens, jongens. Zet hem op. Godverdomme. Dat valt niet mee. Die mannen heeft een boek mee, hè? Wat een putje. Zo. Kijk eens, jongens, kijk even voor een jeukje, moet ik zeggen. Ja, ik ben de hoogste, jongens. Ja, ik hoef niet zo nodig, anders kom ik veel hoger. Mooi, Wijnand heeft gewonnen. Ja, het is gewonnen. Ja, leuk. Ja, jongens, en nou Anja nog, hè? Ja, leuk. Ja, Anja ook. Ja, eigenlijk wel, hè? Doe je grappig. Krijg je een kusje. Kom op, hè, Anja ook. Je wilt constant voor Wijnand. Kom op, hè. Doe je lollig. Kom op, Anja ook. Krijg je een kus van me. Oh, fijn. Kom op. Doe niet zo lollig. Blijf van. Hé, jongens, kijk eens. Kom op. Hupsakee. Wijnand! Wijnand! Hé, jongens. Ik ga naar binnen, hoor. Hey, Anja, hier. Kijk, hier. Zo, kijk nou.
Ik heb een radio, hè? Ja, hij ziet er lekker uit. Niet te weinig. Oei, ons! Hey, Anja! Hey, hey! Wie moet er met koffie? Na hun arrestatie is er een hoop veranderd. Onder andere door de geweldige inzet van de vader van Bart en Anja hebben ze nu een eigen crossveldje. Ook hebben ze een plek gekregen in ons honk, het buurthuis in de Bloemenwijk. En daarvoor zorgde Harry, de stagiaire. Hoe zijn jullie eigenlijk in contact gekomen met die jongens? Hoe is dat gegaan? Nou, Beb Kuiper en ik zaten samen in een actiecomité hier in de wijk om een zware vrachtverkeer uit een aantal straten te weren en een aantal speelgelegenheden voor de jeugd te creëren. En toen zei Beb tegen mij van, je moet eens een beetje opletten op een van de jongens die bij haar in de buurt woonde, Bart. Want volgens mij zijn die jongens met iets bezig. En dat deed je. En als jij je daar nou mee gaat bemoeien, dat ze ook de buurt wel eens ten goede kunnen komen. En toen? Nou, en eigenlijk net op het moment dat ik een beetje in een soort vertrouwensrelatie met de jongens kwam, werden ze opgepakt door de politie en bleek dus dat ze nogal het een en ander op een kerfstok hadden. Hey, touché! En het belangrijkste is wel dat nu eindelijk dus. Beb zegt dat ze naar het crossveldje gaan. Gaan we dan verder? Nou ja, kijk, dat wil ik toch nog even zeggen. Na het moment dat ze dus opgepakt zijn, zijn er eigenlijk eindelijk een aantal dingen veranderd. Zijn een aantal ouders coöperatief geworden. Die zijn hier nou bezig. En eindelijk is de gemeente dus ook eens ingezien dat het zo niet langer kon. Op welke manier dan? Nou, op de manier dat ze gezegd hebben dat het crossveldje er gekomen is. Dat het nu, nadat dus de zaak misgelopen is, wel mogelijk was om hier een ruimte voor de jeugd te creëren. Dat mocht ze daarvoor niet? Dat was daarvoor onmogelijk. Waar zaten ze daarvoor dan? Ja, op straat. En wat ik wil zeggen, kijk, deze ruimte is nog klein. Die jongens hebben eigenlijk een eigen plek nodig, een eigen honk. Kijk, daar gaan ze hun agressie. Eén middag en één avond per week mogen de jongeren van deze ruimte gebruik maken. Maar wel op een rustige manier, want in het aangrenzende lokaal is er dan bejaardensoos. Ik heb mensen van de televisie die even wat opnames maken hier. Nou, mooi, hè? Ja. Mooi. Ja. Want ik wil hem graag geven aan mijn kleinzoon. Ik heb er maar eentje en daar ben ik natuurlijk dol op. Nou is daar wel een verhaaltje aan verbonden, maar die zeg ik straks wel. Gaat u muziek? Het is alleen geen foto, dus dat is een beetje jammer. Ik wou even wat vragen. Wat vindt u van de jeugd in deze wijk? Nou, deze jeugd vind ik wel mooi, maar die andere jongens zijn er niet. Die jonge jongens van de jaar 13, 14, dat is allemaal baldadigheid en ondeugend. Huh?
Wat vindt u ervan? Nou, toch vind ik, moet u toch wel bedenken dat ze ook jong zijn. Dat wij ook jong geweest zijn. Ja, wij zijn ook jong geweest. Dat is wel zo. Maar tegenwoordig zijn ze heel anders dan wij vroeger. Wij waren niet zo vernielzuchtig. Van de jongens van de jaren 14, 15, die vernielen de hele boel. Ja. Ja, dat net, dat hing er nog van zaterdagavond, van de discoavond. Moet je nou kijken wat er gebeurt? Nou. Ja, we zullen het voort nog wel weghalen. Pak weer. Je nog even gedoe, moet even door vier nog. Ja. Wat gaat er nou precies gebeuren? Nou, we hebben een dagvaardiging gekregen van de officier van justitie om wat meer inlichting te geven over de huiselijke omstandigheden. Dus hij gaat je van alles vragen? Ja. Maar waarvoor heeft hij het nodig? Monne. Ik denk dat hij dan beter kan beoordelen over hoe het gegaan is. Monne! Monne. Ja. Jij bent Monne Zegveld? Ja. En u bent de ouders? Nee, ik ben Harry Kuinder. Ja. En ik heb een brief bij me voor u. Die wil ik graag nog even iets bij zeggen. Goed. Ja, ik zal hem even voorstellen, Harry Kuinder. U bent de moeder? Ik ben de moeder van Monne, maar ik ben mevrouw Dame. Ik ben gescheiden. Mevrouw Dame. Ik wil te vragen of ik bij het gesprek aanwezig mag zijn. Ik ben namelijk de jeugdwerker van de jongens waar het om gaat. Ja, daar heeft u geen bezwaar tegen? Dat, nee, ja, absoluut niet. Nee. Goed, zou ik zeggen, komt u dan verder? Ja, u kunt natuurlijk niet mee, dat begrijpt u wel, neem ik aan. Hoe was het binnen? Die man die wist alles, joh. Ja, bijna alles. En wat zei hij? Ja, waarschijnlijk mijn moeder uit de ouderlijke macht ontzet. Of 10 maanden tuchtschool. Of Berisping Hill misschien. U hoort dus nog van mij. Ja. Ja. Harry, wat zei hij van je brief? Nou, hij heeft hem opengemaakt en even ingekeken. En hij was in ieder geval heel blij met wat er in de buurt gebeurde. Vond hij erg belangrijk. Maar ja, verder hield hij zich nog een beetje op de vlakte, omdat hij nog moest overleggen met de kinderrechter en de kinderbescherming. De volgende morgen blijkt de ruimte van de jongeren in het buurthuis te zijn veranderd in een puinhoop. Net als een crossveldje. Er is ongewenst bezoek geweest. Dank je. Hey, ja. Hé, hey, het is een behoorlijke puinhoop, hè? Ja. Wie hebben dit gedaan? Bende West. Wie is dat? Nou, ook een bende, uit het westen. Nee, uit welk westen? Nee, een dolletje. Het was gewoon een andere bende, dus die noemen zich gewoon zo. En die zijn gewoon een beetje jaloers wat wij hebben gedaan. Ze hebben al het winkelcentrum hebben ze al gesloopt, het crossveldje van ons hebben ze al gesloopt. En iedere keer krijgen wij daar een stoel van. En ze hebben hier de hele boel in elkaar geslagen? Inderdaad, ja. Daar zijn we niet zo blij mee. Mijn vader heeft alles opgeknapt en gereedschap bij elkaar getrommeld. Nou, dan stopen ze alles weer. Dat is precies hetzelfde met het crosstreintje. Mijn vader ook helemaal in orde gemaakt. Meneer Van Noorden, ik ben Hetty Heldering en ik maak een reportage in de buurt over de jeugd. Ja, daar ben ik wijs mee. Het ziet er nogal uit, hè? Ja, je zou het wel zeggen, hè?
Wie hebben dat gedaan? Ja, wie hebben dat gedaan? Staat er met grote letters op West. Wie zijn dat? Wie zijn het? Dat is een bende uit het andere deel van de stad. Maar de vraag is niet naar, maar mijn jongens krijgen de schuld. Dat voel ik al aan mijn klompen. Ja. Hoezo? Nou, hoezo? Hoezo? Publiek vraagt niet wie, ziet alleen maar wat. Daar hebben de jongens al die week hun best voor gedaan. En dat is het resultaat. En als ik straks met die kinderen bij de rechter kom, dan wordt het wel negatief uitgelegd. Dat kan ik je op een briefje geven. Die staan nog wat weggehaald of zo? Ja, het gereedschap. Ze zijn bij Helmerweg. Hoeveel helmen? Nou, er waren 6 helmen. Er zijn er 4 zijn er weg. Wat is uw functie hier? Ik ben wijkagent hier. De jongens, mannen die belden. Dus kwam ik even kijken. De zaak is vernield door een groep, kennelijk uit West. Hoe lang bent u al bezig met deze groep? Een maand of 2, 3 zijn we met deze groep bezig. En ja, ze hadden pas dit crossveldje. Ja. Ja, en nu is het vernield. Waarom? Het is hier een besloten bestuursvergadering. Ze neemt nog van alles mee. Ja, ook. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft het dan niet meteen eruit te gooien. Je kunt het toch even aanhoren? Of waarom? Kan het niet meer? Moet iedereen nog binnen kunnen komen? Nou. Ja, jullie weten dat we net vergaderd hebben. En het heeft langer geduurd dan we eigenlijk wilden. Het was een erg moeilijke vergadering, omdat er zo ontzettend veel van jullie van afhangt. En we hebben dus besloten toch uiteindelijk jullie te vragen om naar een andere ruimte om te kijken wat er gaat. Wat is dat nou? Ik heb er nu wel. Het is onze eigen buurt, toch? Of niet? Ja. Onze buurt, toch? Ja. Mag ik nog even verder gaan? Laten we verder gaan, joh. Ja, laten we maar uitstellen. Het lukt absoluut niet om iedereen hier samen te brengen en te halen. Dat lukt best. Ja, jongens, de vergadering heeft op democratische wijze besloten dat wij op straat staan. Waarom? Omdat zij vinden dat zolang jullie hier zitten, de bende van West daardoor aangetrokken wordt. De bende van West moet in elkaar. Allerlei vernielingen aanricht. En zij vinden ook dat het andere werk wat het buurthuis doet, zoals de bejaardenclub, de peuterspeelzaal, et cetera, leidt onder jullie aanwezigheid. Nou, hoe leuk dan. We krijgen het crossveld, ja? We krijgen ook deze ruimte. Ik weet het niet. Ik weet het. Heb je trouwens enig idee waar jullie dan naartoe gaan? We gaan hier de buurt rond en we zoeken wel een ruimte op. En dan de deur er maar in en erin gaan zitten. Ja. Want ik vind dit echt geen stijl. Die jongens die worden eruit gezet. Er worden allerlei belangen tegenover elkaar afgewogen. Het is geen ruilhandel. Boven was.
Door het ruitje. Zag je zo? Zag je zacht. Ja? Ja. Prima. Klas inbreken zijn wij, hè? Kom jongens. Nee, hoe snel dan? Sloes dan. Hallo. Schiet er wat, hè? Oh, is dat voor die handtekeningen? Ja. Ah ja, te gek. Als je nou hiermee langs de huizen gaat, ga je ook even mee? Waar is dat voor? Nou, als je nou met deze lijst langs de huizen gaat, dan vraag je aan de mensen de handtekeningen. Laat je hier opzitten. En dan hebben we met die handtekening kunnen we laten zien aan de wethouder van jeugdzaken dat we ondersteuning hebben om hier in de tuin te kunnen blijven. Zo, succes ermee hoor. Succes, hè? Aan jou hoef ik het niet te vragen, hè? Meneer, wij willen graag een jongerencentrum maken en daarvoor gaan we naar de wethouder. En dan willen we graag zoveel mogelijk handtekening van buurtbewoners hebben. Wilt u ook een handtekening zetten? Zeker niet. Ik niet. Volkomen waanzin toch zeker? Pand van de gemeenschap. Nou, u tekent toch wel, meneer Koning? Ik teken wel, meisje. Wel 2 jaar leeg. Meneer Bellen, wat vindt u van deze handtekeningactie? Volkomen waanzin, een hele onwettige situatie. Daar kan je toch geen handtekening onder zetten? Dus u heeft niet geflikt? Uiteraard niet. Ik ben er tegenover mijn zaak. Tot succes. Ja. Wat u ook in de buurt? Ik ben beheerder van de Albert Heijn hier op de hoek. Oh, dus u heeft ook een winkel. Het zal niet makkelijk zijn hier met de jongen. Niet makkelijk met de jongens, waarom niet? Omdat er nog heel wat winkeliers zijn, onder andere meneer Bellen, die heel veel last hebben van de jongeren hier. Nou, ik heb totaal geen last. Echt niet. Nee? Nee, echt niet. Ik heb ze zelfs een lijntje gegeven en hebben ze binnen elektriciteit. Ik sta erachter. De jongens moeten een behuizing hebben. Ten eerste staat het huis al 2 jaar leeg en hun zijn de home kwijt. Waarom niet? Heeft u uw handtekening gezet? Nee. Waarom niet? Nee, niet. Ik ben volkomen verkeerd. Onwettig. Tegen alles in. Tegen de richtlijnen van alles. De plannen. Alles. Dank u wel. Kunnen we even binnenkomen? Nee, dat ken ik niet. Waarom niet? Nee, joh, we hebben het koffieapparaat nog niet aangesloten. Nee, we komen niet voor de koffie. We hebben nog wat oude spullen hier binnen staan. Die willen we nee, even dat is allemaal halen. Er al uit, want het staat al heel lang leeg. Ja? Ja, hoor. Kunnen we niet even praten uit? Binnen? Nee, daar praten we niet over binnen. Nee? Nee. Oké, dan gaan we weer. Goed. Ja? Dag, okay. Heren. Dag. Jullie hebben al eerder met de politie te maken gehad. Dat was vorig jaar toen jullie gearresteerd werden. Hoe reageerde jouw moeder toen? Ja, ze schrok wel een beetje. Had ze dan nooit wat in de gaten gehad? Ja, ze kon niks in de gaten krijgen. Alles wat we gestolen hadden en zo stond in het schuurtje. Ja, en dan mocht ze voor mij niet komen. Zie je je vader nog wel eens? Nee. Gelukkig niet. 1,5 jaar geleden zijn mijn vader en moeder gescheiden. Maar sindsdien heb ik mijn vader niet gezien. Je zit nog op school, hè? Ja. Wat voor school? Op het ateneum. En hoe gaat dat? Nou, gaat prima.
Hoe ging dat dan vorig jaar? Ja, toen ging het kloten. Toen sliep ik vaak onder de les en zo. Wat deed je dan 's nachts? Ja, 's nachts had ik hoofdpijn. Kon ik niet slapen. Hoe kwam dat? Ik kom hier slapen. Wat is er? Heb je gedroomd? Ja. Wat wil je nou? Nou, ik wil hier slapen. Nee, ga naar de eigen kamer. Hartstikke mooi. Man, je niet... Godverdomme. Joh, man, kijk eens wat ik nou weer allemaal doe. Hier. Oh, joh. Zo. Dat is een vrolijke toestand die jullie gemaakt hebben van deze week. Het ziet er aardig uit. Hè? Nou, ik kom even een beetje rondkijken voor de krant. Nou, ik heb liever dat u weggaat. Ja, ik ook wel. Dat lijkt me veel beter. We hebben liever dat je verdwijnt. We zijn je artikelen nog niet vergeten van voor die tijd. Nee, ja. Nou, ik vind het jammer om dan weer die hele discussie te gaan voeren over die artikelen. Dat hebben we wel eens vaker gedaan. En ik kom gewoon eens even kijken hoe het hier eruit ziet. We hebben liever dat je gaat. Ja. Die tekening is mooi. Zeg, wie heeft die gemaakt? Shirley en ik. Hé, hey, hallo, Shirley. Ik vind het echt een hele mooie tekening. Wat stelt het voor? Ik kan het niet zien.
Nou ja, ik kan het wel zien een beetje, maar ik dacht dat je er een extra betekenis aan wilde geven of zo. Nee, dat is goed, dus, dus erin, man. Ja, precies dat soort. Het is gewoon dus eigenlijk een zee en een palm en een eiland. Ja. Oh ja. Zeg, wat willen jullie eigenlijk precies hiermee doen? Nou, gewoon je bek houden, je moet gewoon opstellen met je. We willen een jongerencentrum van maken. Een jongerencentrum? Weet je wat hij dan schrijft in zijn artikel? En met ze willen je soort kraakpand houden en zo. Met hoeveel jongeren zitten jullie hier op dit moment? Weet ik het ook niet. 524. Oh, dat ik helemaal bedrijven. Ja, nou, doe maar schat, ik kom niet op. Waarom vind je nou wat? Ik vind het nou niet meer leuk zijn. Hey, vind je het goed dat we even gaan rondkijken hier in het pand? Ik ga naar huis, niks om te kijken. Houd je een bol. Ja, dan moeten we zo eerst de behangdraad halen, zo. Ja. En dan gaan we een nieuwe maken, beter dan die. Wacht even.